Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag 8 februari en vandaag is een hele bijzondere dag. Mijn opa is vandaag jarig, dus we gaan er vanavond heen. Maar ik heb me al helemaal klaargemaakt. Het is nu 9:15 ochtends en ik ga zo meteen richting station, want ik ga Nina ophalen. Die hebben jullie al heel lang niet meer gezien in de vlog. Dus die had vandaag een afspraak in Delft en ze vroeg aan mij, hey Jay, heb je zin om mee te gaan? Nou, oké, prima. Dus dat. Wat ik aan heb is deze hele fantastische trui van H&M. Een gele, mijn favorite color. Oh nee, dat is zwart. Mijn broek is ook van H&M. Sokken ook van H&M. Ik ga zo meteen mijn fila's aan doen. En ik ga er zo meteen wel vandoor, want het is ongeveer 10 minuten fietsen of zo. Dus een kwartiertje en dan neem ik jullie gewoon mee. Look. Oh, waar zitten we, Jamie? We zitten bij Happy Coffee. Kijk, ik match bij het interieur. Zet je zo in? Oh ja. Kijk, match bij het interieur. Oh, ik ga ook vlogger worden. Vind je dat goed? Nou, helemaal top. Ik vind het best wel leuk eigenlijk. Is dit een flits? Zit er ook een flits in? Dit is het charmantste beeld ooit, wat jullie van mij gaan zien in deze vlog. Maar ik loop nu in de stad. En ik ben met Nina, mijn oude theatervriendin. Hallo. Camera in de gezicht. Letterlijk in je gezicht. En waar gaan we nu heen, Nien? We gaan nu even lekker lopen. En we zien jullie zo. We gaan even kijken. Oké, nou, dit is toch mooi van Delft. Kijk, deze kerk. Houd zo. Vrom. Misschien koop ik wel een Bentley. Misschien koop ik wel een Honda. In mijn jacka met bondkraag. Red ik naar de Fashion Week. Vroom! Oké, inmiddels is het alweer een paar uur later. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik ga zo meteen naar mijn opa toe, want mijn opa is vandaag jarig. Dit is wat ik draag. Deze Champion trui die heb ik vandaag gekocht. Bij de vintage store. Ik vond hem zo leuk. Hij was een beetje oversized. Maar een beetje heel erg. Maar ik vond hem wel grappig. En dan heb ik de broek en de schoenen. En ik ga zo meteen richting mijn opa. En ik neem jullie met me mee. Even lekker live op. Jay, kijk wat opa in bed heeft liggen. Wat is dat? Oh mijn god, is dat een Spider-Man? Oké. Ik ben live op Instagram aan het gaan. En het is super gezellig. Louise Jansen kijkt. Lishanne kijkt. X.Lana kijkt. Gezelligheid om de livestream. Oh, dat telefoon. Oké, inmiddels ben ik weer in mijn kamer. Het is nu 11:45. Mijn moeder is over een kwartiertje jarig. En ik ben vandaag in de stad geweest met Nina. En ik heb daar wat gekocht voor mijn lieve mama. Mijn mama denkt dat ze een kaartje krijgt voor Judeska. Dat krijgt ze ook. Maar ze krijgt ook nog wat anders. Namelijk, kijk, waar is het hier? Er zit zeg maar in Delft zit er een winkeltje genaamd Groene Vingers. En dat is een plantenzaak. En ook waar je allemaal dingen kan kopen voor een huis. Superleuk interieurwinkeltje. Ook, en ze is er echt dol op. Dus ik dacht, wat kan ik haar geven? Een kaartje van Judeska. Maar ik geef ze dan ook nog een waardebon van die winkel. Dat weet ze niet. Dus het is eigenlijk een surprise. Dus ik ga het zo meteen filmen. Wat ze ervan vindt. En ik hoop dat ze het leuk vindt. Dus ik ga nu even snel iets schrijven. En dan ga ik het zo meteen om 12 uur aan haar geven.
Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag 9 februari. En zoals jullie kunnen zien aan mijn gezicht heb ik me geschoren. Ik heb mijn baardje eraf gehaald, want het was echt niet om aan te zien. Mijn snor heb ik weggehaald. Dus het is, ik heb altijd gelijk zo'n babygezicht of zo. Maar ik zit wel helemaal onder de vlek. Kijk dit. Hier heb ik een vlek, hier heb ik een vlek, hier heb ik een vlek. Ik ken het gewoon, oké. Wat ik vandaag dus ga doen, is ik ga me zo meteen omkleden. Het is nu 1:05 en we gaan vandaag de verjaardag van mijn opa en mijn moeder vieren. Bij mijn tante thuis in Pijnakker. Dus dat is super gezellig. Dus dat ga ik zo doen. Ik denk dat ik gewoon weer dezelfde outfit aantrek als gisteren. Die Champion Oversized XXXXXL trui en die spijkerbroek en mijn Fila schoenen ofzo. Ja, denk dat ik dat aan doe en dan neem ik jullie mee. Van opa! En Jamie, je moeder is vandaag jarig. Mijn mama is vandaag jarig. Zo, ik zweet me dood, moet jij de... Ja, ik heb echt hoofdpijn. Echt heel erg. En het is vandaag nationale ik draag oversized truiendag. Ja, mij ook. Ik heb deze ook van die ene vintage winkel, hè? Van die Vintage Island. Ja, maar ik heb deze geknipt. Oh. Maar dat maakt niet uit. Nou, wil je weten hoe dat heeft gedaan? Dat moet je maar even kijken op YouTube. Maar... Hashtag how to be knip in mijn trui. How to be wat? How to be knip in mijn trui. Maar waar zit die winkel dan van jou? Naast de visbanken. Oh, maar die is nieuw dan toch? Nee, vintage uit. Oh, ja, ik heb geen idee. Ik heb deze er gekocht. Alleen, kijk. En dan kom je erachter dat je helemaal geen einde hebt gefilmd van de week vlog. Het was een superleuke week met veel hoogtepunten. Waaronder de verjaardag van mijn moeder en mijn opa. De do-it-yourself with pepper, zeg maar hoe je een kroptop moet maken. En natuurlijk dat ik ging eten bij Happy Tosti met Nina. Het was een super gezellige week. Het is niet zo'n hele lange vlog geworden. Sorry daarvoor. Maar ik heb gewoon een beetje de vlog... wat compacter gemaakt. Laat ook even weten in de comments hoe lang jij de weekvlog wil hebben. Want ik ben er nog niet echt over uit. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. Vergeet ook zeker niet even me te volgen op social media. Instagram, Twitter en Snapchat. Allemaal in de beschrijving. En klik ook even gelijk dat belletje aan voor een notificatie. Dan krijg je een notificatie van Jamie. Chauncey heeft een nieuwe video geüpload. En dan zie ik jullie weer in de volgende weekvlog die maandag voor jullie online staat. Dus tot maandag, guys. Bye!